Ja, dames en heren, een goedemiddag en welkom bij een nieuwe gameplay. En wij gaan even een nieuwe hard beginnen. Training mission hoef ik niet. Van deze game, Hero Firefighter. De briefing slaan we ook over in dit geval. We gaan gelijk door een. Morris, Vasquez, Cameron, move in. Try to contain the fire around the game. Proby, you stick with me. We're going to start clearing rooms. En dit, even kort uitleggen, wat is dit voor een game? Dit is een game dat jij een brandweerman bent. En, wow. Graphics is een beetje getekend, maar grappig gedaan. Een game die ik zeker echt zou aanraden. Check that door. Make sure we get everyone out alive. Time to shine, bro. Ja, dat is zeker een game die ik eigenlijk gewoon echt zou aanraden. Over here. I can't get to ook best realistisch. Told you this would be different than training. Wait, Wilson is still trapped up on the smokestack. There's no this way out. Is heel realistisch. Ik zal het ergste. Terwijl je probeert alles. Ik zie hier nog een vlammetje. Dit is best. Dit vind ik wel een realistische game. Dat gaat dus niet. Ik moet toch echt die andere hebben. Ja, dus. Watch it, boys. We got exposed power lines. They need to take care of that first. Ik zou dat die tank ook aardig in de brand staan hier. Dan wat ik doe. Deze game kijk ik ook maar natuurlijk, gewoon via bol.com of dat soort sites. Ik vind het een geinig gamepje, je bent een brandweerman. Best realistisch, oké, sommige stukken zoals deze ook, ja. Weet je, je weet ook niet wat in het tanken zit, maar als er olie of zo had ingezeten, dan te lang. Maar je wil het niet, toch echt goed zien gaan denk ik. Die man had al lang naar beneden gekund, zover ik zien kan. Hier nog een beetje. Sorry, okay, ja, komt u maar. Watch your back. Stay on that fire. Thanks. I thought I was a goner. I don't know what this assembly line's making, but it sure is flammable. Fire's getting out of control. Shut down that machine. En deze nog helemaal in de hands. Ik vind het grappig verzonnen. En dus de game die gaat over dat je dus een brandweerman bent, je hebt objectjes en hoofdobjecten. Oftewel dat je een zaak moet doen voordat je secondary affairs objections en zo. Nou, ik vind het wel grappig, dus laten we lekker branden, we lopen even door. De machine staat gewoon aan, in het echt had de machine denk ik alleen maar uit geweest. Tenminste, je hebt ook nog een ander stand, kom ik erachter. Waarom dat wij stilstaan, dat snap ik even niet, of nou ben ik er niet langs. Iets staat in een fik, waardoor dat zo in de fik gaat. Ik kan niet onderhalen wat het precies wacht. Oh, great. Nice. Wow, wat? Ja, snap ik. Maar ik moet eerst mezelf maar uitzien te halen hier zo. En het gaat niet echt zonder slag of zet, denk ik zeg. Ja, ik ben bezig, meneer. Kan je het toch zien of niet? Als je. Maar er zijn nog netjes bedankt. Dus. Dat zou wel goed zijn, toch? They keep these chemicals hot enough to melt steel. Look for heat shielding. To protect the load. Begin. Look at the chemicals. Why is that? There's a shuttle valve on the second floor, but watch out, there is. Wow. Is hij daar wat liggen? Help, give a heads up. I'm
Ik ga uit. Ik zal gaan. Zie je slang in, ik ga ervoor. Kijk, dat is toch wel wat makkelijker dan beter dit. Dat kan natuurlijk ook allemaal in het echt gebeuren. Ja, ik zie Chris het. Dat is wel weer even aan zo. Dit is best wel een voor grote oppervlaktes, zoals ik nou om me heen heb, is het echt. Heel handig zelfs. Ja, voor die kleine oppervlakte kan je heel makkelijk die gebruiken. Ik spring hier even snel bij. Zo, run up! En dan is dit gewoon al helemaal klaar. Dan vind je vrij. Nee, dat komt dus ook al. Die gaan we vijf zetten. Ja, hij zei het dus, we gaan door omhoog. Weer vijf. En dan, hoe ga je dit doen dan, Kev? Stoppen. Nee, joh, man. Het is gewoon heel dom met zo'n spijtjes hier. Zo bus is dit niet te doen. Jezus man. Nou, ik zou zeggen, WDK mannen, zeker een aanrader, hè. Ziet er grappig uit. Drukke straf. Kan je nog een beetje blussen, hè. Ik wil gaan nog. Langs de muur met dat ding. Volle straal erop. Hoppa. Nou, in ieder geval, ik laat even snel zien hoe het werkt natuurlijk. En wat een beetje wat je kan verwachten in deze game. Hé, hey, zit hier een schildje? Een fire, dat is een item. Hé, zit hier eentje voor het raam? Dus we schrijven deze doos even weg. Nou, kan je er toch weer nog. Wauw. Ik ken inderdaad in, maar ik ken het niet uit. Dus wat we even doen, is even heel snel. En wel op een safe manier natuurlijk het vuur weghalen. Ja, ik hoop dat je ook deze gameplay leuk vond. Doe dan vast een klein duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En we gaan er zeker nog meer volgen. Sinds kort een webcam en de tijd uit geweest. Dus het is voor mij ook weer even wennen hoe het ook weer zit allemaal. Tips, hits, alles is welkom. Ook gaat er binnenkort weer een nieuwe... Tot deze week waarschijnlijk proberen een nieuwe mix van mij vrijkomen. En dat is dan mix nummer 3 alweer. En ook die gaat een uur tot 2 uur duren. Dus dat is deze week, komt dat er ook aan. Ik denk dat ik dat morgen even ga doen. Ja, maar dan moet ik hem toch krijgen. Nou, in ieder geval, fijn, blijn, duimpje omhoog, abonneer mijn kanaal hier beneden. Zat toch zo jongens, dank u.